Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog van Hoeve Hoogstraten. Deze week hadden we een hek kapot, er is een koe tegenaan gelopen. We hebben namelijk tussen de beide robots een wachtruimte, dat kun je hier zien. En deze wachtruimte, daar komen de koeien in vanuit het strohok en ook vanuit de separatieruimte. En dan kunnen ze alleen door de robot weer de groep in, of weer terug naar de strohok of separatieruimte. Maar er was één koe die besloot om even een hek omver te beuken en nou, dat gaan we even repareren. De standpijp was in de tijd met vier klikkers vastgemaakt. Twee ervan die waren er al uit of helemaal los, de andere twee moesten nog even verder losgemaakt worden. Hierna nog eventjes de beton schoonmaken en zorgen dat er de gaten in ieder geval schoon zijn. En de gaten even opnieuw recht uitboren. Hoewel ik nog wel klikkers in huis had, heb ik gekozen om hier met een chemisch anker te werken. Die klikkers die krijg je eigenlijk niet meer vast, dat gat is gewoon helemaal uitgesleten. En een chemisch anker, daarmee komt het echt weer heel erg vast te zitten. En omdat we bij de droge koeien al bezig waren geweest om de betonranden vast te zetten en daarop plek ook chemisch anker hebben moeten gebruiken, hadden we dit toevallig nog op de boerderij liggen. Voor degenen die het niet weten, chemisch anker is eigenlijk een soort cement dat wordt keihard na verloop van tijd. Dat is afhankelijk van de temperatuur en ja, daarna kun je eigenlijk alles er weer op bevestigen. Nadat we chemisch anker in die gaten hebben gedaan, doen we er een paar draadeinden in. En op dit draadeind kunnen we vervolgens weer een boertje zetten. En als het uitgehard is, dan kun je die moertjes weer zo strak aandraaien als dat je wil. Dan blijft die paal dus mooi recht staan. We wilden dat het heel erg strak zou staan, omdat die paal, daar komen wel wat kracht op. Nog los van de koeien die er tegenaan willen knallen. Ik heb even gekeken, gezien de temperatuur moet het even een paar uurtjes uitharden. En daarna kan de paal er weer op als het goed is. En er komt iets meer bij kijken dan alleen het vastzetten van de moeren. De paal moet eigenlijk ook nog waterpas staan, omdat anders het hek niet recht hangt. Nog even het hek erin hangen en daarna kunnen we het hek weer gebruiken. Het hek is eindelijk weer klaar en dan is het hoog tijd om de koeien uit de selectieruimte te halen. Het ging hier vandaag om een paar tochtige koeien. En daarnaast in het andere deel van de selectieruimte hadden wij een pas afgekalfde vaars. De koeien gaan altijd graag richting de robot, dat kun je hier goed zien. En in dit geval kunnen ze via beide robots terug of naar de separatieruimte toe. Maar een aantal koeien kunnen dus weer een koppel in, want die waren geïnsemineerd. En dit is de route om vanuit het strohok richting de wachtruimte te komen. En het was weer zaterdag en dat betekent dat er weer ingestrooid moest worden. En tijdens het instrooien zag ik dat de boutjes die het mes van deze bak vastmaken, dat die begonnen door te slijten. Die hebben we gelukkig op voorraad, dus deze hebben we later eventjes gerepareerd. In vlog 9 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het instrooien en ook hoe het strooisel gemaakt wordt. Dus ben je geïnteresseerd en wil je meer beelden hiervan zien en hoe het gemaakt wordt, vlog 9 van Hoeve Hoogstraten. Eén keer in de week strooien we de boksen bij. Zo blijven de boksen mooi rul en mooi gevuld en blijven de koeien lekker zacht liggen.
Zoals in de vorige vlog uitgelegd, het is een 060 stal. Dat betekent 6 rijen lichtboxen midden in de stal en de voergang aan de buitenkant. Deze 6 rijen lichtboxen strooien we in van de middelste 2 loopbaren voor de koeien. En dat kan mooi met de verrijker, want deze roosters waar we overheen rijden, dat zijn aslastroosters. En als de bak leeg is, dan kunnen we naar buiten rijden en kan de reparatie van de bak beginnen. Stelt niet zoveel voor, maar het moet wel even gebeuren om erger te voorkomen. Een aantal boutjes lag er al helemaal uit en een aantal zat er nog in, die moesten even losgeslepen worden. En als dat dan gebeurd is, dan kunnen de nieuwe boutjes erin en even aangedraaid worden. En zo kan de bakker weer een tijdje tegen, hopen we. En als dit weer gerepareerd is, dan wacht de volgende zaterdag klus. Dat is namelijk de kuilbulten afbloten voor de hele week. En dit hoeven we gelukkig niet met de hand te doen. Dat gaat mooi met de verrijker en onze kuilschuif. Die kuilschuif hebben we nu zo'n beetje 1,5 tot 2 jaar, denk ik. En bevalt hartstikke goed. Het scheelt heel veel lichamelijk werk. En ook hier hebben we al eens eerder een vlog over gemaakt. Vlog 13 is alles over deze kuilschuif te zien. We voeren momenteel van beide graskuilen ongeveer 2 meter per week weg. Dus anders hadden we behoorlijk wat zand eraf moeten spitten. En op deze manier kunnen we dat in één keer doen en dat scheelt een hele hoop werk. Bovenop de kuil vind ik het makkelijkst om te doen. De zijkantjes zijn wat lastiger, zeker omdat het vanuit de verrijker moet. Je zit niet zo hoog als in een shovel, dus je moet eigenlijk om het hoekje kijken. En dat is vrij lastig. Daar moet je even aan wennen. Gaat eigenlijk best wel goed. Alleen, het is wel even een beetje ervaring opdoen. En de sport is natuurlijk om hem zo schoon mogelijk kaal te krijgen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ik laat het laatste beetje zitten en doe ik even met de schop. Maar ja, goed, als je zo'n ding hebt, dan wil je toch proberen om die schop niet nodig te hebben. En het gaat momenteel best lekker met het aantal nieuwe abonnees. We zitten al richting de 1000. Het zou heel mooi zijn als we de 1000 kunnen halen. Welkom ook nieuwe abonnees. We kregen de vraag of er ook een mevrouw over Hoogstraat is. Nou, die is er zeker. En die wil ook in beeld komen. Dat gaat ze doen als we de 1000 abonnees hebben gehaald. Dus je weet wat je te doen staat als je er graag wil zien. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat dan nu even. En voor de buitenlandse kijkers. Wij zitten hier in een polder en daar staat Nederland bekend om. Dat betekent dat we onder zeeniveau boeren. En om het hier droog te houden betalen wij waterschapslasten. En het waterschap zorgt ervoor dat het waterpeil geregeld is. Toevallig staat naast onze stal staat een gemaal en die zorgt ervoor dat wij droge voeten houden. Ik weet niet in hoeverre het goed te lezen was op het bordje hier achter mij, maar het waterpeil hier staat op -2,80 meter NAP. Dat betekent dat het 2,80 meter onder zeeniveau wordt gehouden. Nou, onze grond die ligt gelukkig wel een beetje hoger. Maar door dit waterpeil is het mogelijk om hier landbouw te bedrijven. We hebben hier de laatste periode veel regenval gehad en nou, dit gemaal dat wist wel waarom het gemaal geworden is. Dat heeft behoorlijk doorgepompt. We hebben hier gewoon goed droge voeten gehouden en waterschap heeft hier echt goed zijn werk gedaan. Merk je dat we steeds meer reacties ook binnenkrijgen op onze vlogs? Dat is hartstikke leuk. Er komen best veel leuke vragen ook binnen en dat leidt soms tot nieuwe vlogs. Het is in deze tijd, in de wintertijd, is het werk wat eentoniger. En dan is het soms ook wel eens wat zoeken naar een onderwerp. Maar gelukkig door de leuke vragen die binnenkomen, lukt dat ook nog elke week. Dus heb je vragen, stel ze vooral in de reacties en dan komen we er vast op terug. En dit was alweer de vlog van deze week. Komende week zijn we er weer om 9 uur en daarin ga ik wat meer vertellen over de derogatie. Afgelopen vrijdag heb ik op nu.nl een artikel gestaan en er kwamen wat vragen over binnen.
Ik wou het aanvankelijk niet te veel over wet en regelgeving gaan hebben, maar ik wil wel iets meer over de delegatie gaan vertellen. Dus dat zie je terug in de vlog van volgende week. Tot volgende week zondag, 9 uur. Doei doei.